Nou, ik hoor hier dat deze bootjes al uit de wedstrijd is. Rijn en Zoeroy gaan weer de gevallen in de stad. Yeah.
Yeah.
Is nummer 84. Is het geboortejaar van zijn oudere broer. Die heeft ook geprobeerd ooit een motocross carrière te starten. Dat was helemaal mislukt, dus hij ging maar fruit verkopen op de markt. Doet dat nu nog steeds. Maar de man die voor de 7e keer hier wint op een internationale motocross, daar wil ons genoegen ja, toch een extra iets voor doen. Jeffrey, kijk eens jongen, wat een schitterend doek hier. Daar staat Gerrit Wolsing, de vliegende tandarts. Hier staat Herlings. De vliegende, ongestudeerde motocrosser, lager school nooit afgemaakt, maakt niet uit. Maar hij staat er al, 7 maal, wint hij, hier in Markelo. En Danny gaat jou iets overhandigen namens de organisatie, jouw broer. De man die ooit begon, ja hier voor het doek jongen, dat is mooi, op jouw foto. Jouw broer die ooit begon met motocrossen, toen jij nog heel klein was. Haha, kijk, dit is broederliefde. Dit zijn de mannen, dit zijn de herlingsbroertjes. En dit is de bokaal van Jeffrey. Herman, die komt erbij. Natuurlijk is het erg trots dat wij Jeffrey hier kunnen noemen tot de held van de heerlijke werk. Als hij echt terugkomt, als hij echt helemaal op het gas gaat, dan is hij nog steeds niet te houden. En de kussen en de bokaal. Dames en heren, dan vraag ik u een daverend applaus voor de top 3. Brian Bogers, Roma Verve en Jeffrey Herlings. En dan is het tijd voor champagne. Lekker Jeffrey.